En de start is gevallen, de liefhebbers onderweg, drie rondes hier op Alkmaar in het midden van de banen, een goede start voor Gently Boko, een galoppaden in de beginfase voor Ivy Fortuna. En Die begint daardoor wat op achterstand, een bocht vijf dik voor de favoriet Joe En De deelnemers gaan door de eerste meters en het is aan de binnenzijde Peter Wisker met Jamie Fox die het veld op sleept. Jamie Fox heeft een lengte voor, op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Lano EV. Marcel Thewes, zij ligt er mooi in in zijn eerste rit. Achter deze paarden hebben we dan aan de buitenzijde Gently Boko, maar Hiltje Chalsma. Acht, de tijd rijp om maar gelijk de knuppel in het hoenderok te gooien. En zij brengt haar Joe nu in de hoogste versnelling. En die komt zo duidelijk tot schuim naast de koploper Jamie Fox. Dat is wel op papier de gevaarlijkste tegenstander voor Joe En dus zou het op zich nog wel een interessante aangelegenheid kunnen gaan worden. Peter Wisker aan de binnenkant houdt de leiding. Gaat proberen die Joe op te vangen. En daarachter volgt dan in derde stelling Lano EV. Zo komen ze weer in de rechte lijn. Straks bij het passeren van de finish nog twee volledige rondes te gaan. En een furieus duel om de leiding. Maar hij geeft geen krimp, Peter Wisker. Slager uit Zandvoort en die heeft een halve lengte voor. Aan de buitenzijde dan Joe Fanatic. En achter Joe Fanatic is het ook in de tweede spoor Gently Boco. Geen meter te veel voor Lano EV. En achter Lano EV komt aan de buitenzijde naar voren Gabo Reis. En achter Gabor Reis is er ook al weer aansluiting voor Ivy Fortuna. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan, laten de Green Art bocht achter zich en naderen de Boko bocht met aan de binnenzijde Jamie Fox. Jamie Fox buitenzijde. Joe Venetic zet nog maar een keer de aanval in. En nu is het een hele serieuze. Pakt hem precies in de bocht aan, die Jamie Fox. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor het paard hier, Alkmaar. En het is daar dat het een drie kwart lengte voorsprong heeft. Maar nog niet helemaal. En het is een hele enerverende strijd. Jamie Fox komt zo dadelijk op het rechte stuk. En dan kan hij weer terugkomen. En is het Wim Brouwer misschien wel zo dadelijk daarachter. Die lag aan de derde kan worden. Want die twee vooraan die hebben elkaar het wel heel erg zwaar gemaakt. Met nog één ronde te gaan. En nu is het Joe Venetic die toch wel de leiding over gaat nemen. Maar dan komt er weer een bocht. En Gabor Reis erachter die zit uit de wind. Jamie Fox moet Joe vanettic nu laten gaan. We gaan op weg naar de overkant van de baan. En daar neemt hij wat voorsprong. En gaat aan de buitenzijde Gabor Reis. In de aanval op de tweede plaats van die Jamie Fox. De overige paarden die hebben op dit moment een achterstandje opgelopen. Drie paarden die hier strijden. En Jamie Fox zet nog een keer de tanden op elkaar. En die loopt zomaar dat gat naar Joe Vanette weer dicht. We gaan op weg naar de laatste bocht. En het is Joe Vanette die leidt. Tweede plaats erachter voor Jamie Fox. Daarachter Gabor Reis. En de overige paarden die strijden voor plek vier. Waarbij de beste papieren er zijn voor Lano EV. Paarden komen nu op weg naar die laatste rechte lijn. En het is nog altijd Joe Van Etik. Maar Jamie Fox gaat het toch heel brutaal nog een keer proberen. Hij komt in het tweede spoor in de aanval. Maar het is aan de binnenzijde Joe Van Etik. En Joe Van Etik leidt nog altijd. Maar daar komt hij! Wisker met één laatste jumpy. Maar die redt het net niet. En het is Joe Van Etik die het wint. Op de tweede plaats dan Jamie Fox Derde nog net kabelreis, denk ik, voor een verdienstelijke Lano EV. De slomo, Joe Etik, hij is maar net op tijd. Jamie Fox, loopt een geweldige koers hier op Alkmaar. Lijkt duidelijk baat te hebben bij wat grotere banen. Maar uh, stond zijn mannetje als Mary zijnde. Kijken nog even naar plek 3, want ook die Thewesen kwam uh, goed opzetten. Maar Gabo Rijs redt dat voor plek 3.